Ja, niet enthousiast. Ik ben terug depressief. Ik heb ook al gedacht aan zelfmoord, maar ja, ik geloof in het leven na de dood, dan heeft dat ook geen zin. Hè. Zou dat arbeiders niet kunnen zijn? Zou dat arbeiders kunnen zijn? Iemand moet het zijn. Iemand moet het zijn. Hij gaf gescheiden, maar dat mag zijn vriend. De kinders een week met mijn vrouw, een week bij mij. Een week bij mijn vrouw, een week bij mij. Een week is ze bij mijn vrouw zijn. Ik woehoe, drinken, feesten, woehoe. Zeg Rudy, moet ik goed luisteren. Ik Rudy, ik ben getrouwd. De kinderen, nee, altijd bij mijn vrouw. Ik altijd, woehoe. You don't know, you don't know. Ja, als je het niet weet, zwijg dan. Vraag nooit een illegaal om te behangen, hij heeft geen papieren. 1 op 10 wordt gepest op het werk, de andere 9 amuseren zich te pletter. Nee? Martens was een etenvogel, dat weet iedereen. Als die vrouw naar PMS ging, toen met een haar op zijn knie zijn fluit kwam omhoog. Ik heb zo'n keer een beschrijving gelezen van een vrijpartij in de Menzo. Dat denkt Wilfried Jong alsjeblieft en had hem iets slet gepakt. Met haar kut over die frigo gezakt en hij met zijn nijkel in het vriesvak blijven steken. En dan terug opstarten met startkabels op haar tetten en zo. En, dan, en zijn lenzen liggen zoeken in haar vagina bij het buffen. Dat alsjeblieft, Wilfried. Dus het afscheid voor Sven Nys gaat als volgt. Je hebt gefietst je leven lang. Je was getrouwd met Isabel. Je was hetero. Je was hetero. Maar nu schijnt dat je homo bent. En je doet het met een vent. Nee, nee, nee. Laat Christophe uit je kont. Hij doet het met iedereen. Hij doet het met Paulus. En ook met Albert.